Over geloof en godsdienst heb ik natuurlijk wel veel nagedacht. En volgens mij zijn die twee ook verschillend. De mens als biologische soort is volgens mij een gelovig dier. Een dier wat geneigd is om dingen te geloven. En dat geloven, dat komt volgens mij voort uit onze eigenschap om iets te kunnen veronderstellen. Wat zou de oorzaak kunnen zijn van het feit dat het regent? Nou, wat zou de oorzaak kunnen zijn van de straling van de zon, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat wordt vaak ingevuld met behulp van geloof. De zon straalt omdat daar een god is met een blinkende schijf op een strijdwagen die over de hemelen trekt. Dat is een geloof, dat kan. Dat is nu eenmaal zo. Mens is een gelovige diersoort. Maar als je geen enkel mens zou in en van zichzelf dat verhaal over die zonnegod die langs de hemel trekt hebben bedacht. Dat doe je door uit te wisselen, door dingen te vergelijken, doordat je het geleerd hebt. En zo ontwikkelt zich langzamerhand een geloof wat een collectief geloof is. Maar jij en jij en jij en jij en jij allemaal ten naaste bij hetzelfde geloven. Dat gaat niet vanzelf. En op die manier ontstaat er een godsdienst, een religie. En er zijn honderdduizenden religies op deze planeet. Dus de vraag, geloof jij in God, kan ik niet beantwoorden, tenzij die persoon die mij dat vraagt zegt, welke God? Dat vraag ik dan ook. Gelooft u in God? Nou, welke? En als je dan specificeert, geloof jij in Jupiter, of geloof jij in Mars of in Venus of zo, dan zou ik daar een antwoord op kunnen geven. Maar als je dat niet specificeert, dan heeft mijn antwoord verder geen mogelijkheden. En je kunt je afvragen, wat voor rol speelt dit geloof of deze godsdienst, deze religie, in de natuurwetenschap? Nou, er zijn diverse antwoorden op gegeven in de loop van de geschiedenis. Je kunt je steeds afvragen, een soort van doosjes in doosjes en doosjes. Als dit gebeurt omdat dat gebeurt, wat gebeurt er dan daarvoor en daar? Hoe zit dat in elkaar? En dat proberen helemaal in te pakken. Je kunt je ofwel op het standpunt stellen dat dat altijd zal door blijven gaan. Die nestelingen van vragen. En dat betekent het dus dat je moet toegeven dat je nooit alles zal weten. Of je kunt er een pats, een halt aan toeroepen. Dat moet je dus echt letterlijk doen. Zeggen, nou, hier komen wij niet voorbij, want daar is God. Een of andere schepping of iets een magisch, mysterieus iets waar wij niet in staat zijn om dat te doorgronden. Er zijn mensen die dat vinden, dat mogen ze vinden. Ik ben zelf natuurkundige en ik zie in de meetbare werkelijkheid helemaal niets wat daarop duidt. Er is absoluut totaal niets wat daarop duidt. En op twee manieren. In de eerste plaats, daar waar uit religies een uitspraak is gedaan die verifieerbaar is. Dus de zon draait om de aarde, ik noem maar iets. Is het altijd fout gebleken. Geen enkele van de specifieke voorspellingen van geen enkele godsdienst, welke dan ook, het houdt stand in werkelijkheid. Dan kun je zeggen, oké, dat is best, maar daar gaat het niet om. Het gaat om ons andere dingen. Ik ga een vraag stellen in de trant van, hoe moet ik leven? Nou, dat je daarvoor een bepaald geloofssysteem hebt, dat kan ik me indenken. Maar daar gaat de natuurkunde niet over. Daar houd ik me dus ook niet mee bezig.